Hey mensen, dit is deel 2 van het verhaaltje van Bonnie het zwarte pony op de kinderboerderij. De tafel dekken, papa zit de krant te lezen, mama komt met de schalen binnen. Jullie ruiken... Pa, jullie ruiken naar paarden, zegt ze. Leuk gehad? Oh ja, antwoordt Ank. We hebben weer veel te vertellen. Zus heeft weer een nieuw plan, lacht Bas. Terwijl hij, hand terwijl hij, terwijl hij zijn hand was. Als ze aan de tafel zitten, begint Ank over haar plan. Mama vindt een goed idee, maar Papa denkt daar anders over. Rommelmarkt is meestal op zaterdag. We wie zorgt dan voor de ponies? Teun kan het niet meer. Wie brengt jullie naar de markt met die spullen? Daar heeft An Ank niet aan gedacht. Vergeet het maar, An Ank, zegt Bas. Er komt niks van. Natuurlijk wel, vindt Mama. Dan moeten we, dat moet doorgaan. Van het geld kunnen we misschien wat dieren kopen. Ik weet een oplossing. We brengen jullie naar de auto met de auto. Doen we de spullen in de kofferruimte. Wij zorgen ervoor dat de paarden daar gaat best hoor. Je zult ons zien hoe gauw we het verkocht hebben, roept Ank. Nu, nu goed dan, zegt Papa. Dan doen we zo. Dan vertellen, we ze, dan vertellen ze ook van Teunplan. Maar dat is geweldig, roept Papa, blij. Mini-camping, mini daar zit ik wel. Wel een bord neer. Veel mensen kamperen in hun eigen land. Ik heb ook nog een nieuwtje. Ruim de tafel even af. Papa pakt de groot vuil papier en legt de tekening van de kinderboerderij helemaal op de tafel aan, aan nu, meneer. Anne meneer heeft het mooi gemaakt. Hé? Anne meneer heeft het mooi gemaakt, hè? Dan vertelt papa hoe het wordt. Hier komt, een, hier komt de boksen voor de paarden. Daar de hokken voor de varkens en geiten. Hier, kleine stal. Die is, en dit is de ingang. Alles staat op de tekening. Ook, ver, ook verbouwde boerderijtje. Dat wordt veel groter. Dat wordt veel groter. We hebben elke, elke kamer. Ank en Bas hebben elke kamer. Teun heeft twee kamers. En om te slapen. En één om te wonen. Ik ben dan altijd bij Bonnie, zegt Ank. Fijn hoor. We zullen druk krijgen. Met die dieren lachen papa en mama blij. Hoe, ga, hoe gaat de boerderij heten? Bonnie natuurlijk, antwoordt Ank meteen. Dat is gewoon verzonnen, vindt papa. Kinnenboerderij Bonnie. Op, op de rommelmarkt. Het is zaterdag. Het is zaterdag. In een plaats in de buurt is een grote rommelmarkt. Ank en Bas gaan er vroeg naartoe. Voor de eerste keer. Ze hebben heel veel oude spullen: vaasjes, glazen, potten, pannen, kopjes, lijstjes, en kol kolonkit en kol kolomkit, en een olielampje. Twee en twee handjes kler tweedehands kleren. Er zijn ook spullen van thuis bij. En van Teun. Ook hebben ze nogal wat opgehaald. Bij mensen in het dorp. Ze vertellen dan waarvoor ze het nodig hebben. Tante Riet uit de stad heeft ook veel gegeven: heel mooie dingen. Zoals. Wandel, een wandelkleed en een klokje. Tante Rit is nogal rijk. Ook hebben ze de oude boeken verzameld, wel, wel meer dan honderd. Die gaan ze verkopen, de boeken op de boekenbeurs. Nu zijn ze, weg. Nu zijn ze op weg naar de rommelmarkt. ...met de aanhangwagentje achter de auto. Hoeveel hebben we opgehaald? Nou, een kwartiertje, zei ze al. Op de markt staan de kraampjes... ...en de groenteman is aan het uitstallen. De visboer en de bloemenman zijn er ook bezig. Dus zij hebben een vaste plaats. Papa rijdt de auto voor het stadhuis. Daar staat de ma markmeester. Hij heeft het, hij heeft het, druk, aan het hij heeft druk aan het praten met de mensen die de kraampje willen. Of. Zomaar een plekje op de grond zijn veel tieners erbij. Rustig, 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 zegt de markmeester. Er, er is vandaag een plaats genoeg. Ank en Bas gaan met papa naar hem toe. Papa vraagt: Is er nog een plekje voor mijn kinderen? Hoe groot? Vraagt de markmeester. Zo groot als een vloerkleed, zegt Bas. Ze, kreeg, ze kregen van hun ouders een oude kleed. Daarop kunnen ze, kunnen ze al uitstallen. Hoe groot kleed dan? Vier, vierkante me, vierkant meter, antwoordt Papa. Dat kost u vier keer vijf gulden. Ze mogen naast de groentekraam staan. Mooi zo, klinkt papa. Terwijl hij betaalt. Wat een bof, wat een boffe, hè, Bas, zegt Ank. Waarom? Kijk, daar zitten ze. Zie ja. je? Nou, mensen hebben altijd groenten nodig. Het is lekker druk. Ze kijken dan ook naar ons spullen. En om acht, acht uur fluit. Acht uur fluit de maakmeester. De markt wordt geopend. Ank en Bas legen het kleed, leggen het kleed uit. Dan pakken ze alles uit de wagentje. Al en uit de auto. Samen met hun ouders. Alles wordt netjes uitgestald. Heb je, heb je een, pri een prijslijst? Lijst, vraagt mama. Ja hoor. Ja hoor, zegt Ank. Die is mijn. Die zit in mijn jack. Nou. Jongens, doe doen je best, zegt papa. Goed jullie handelen verkopen. Goed jullie handelen verkopen. Dat lukt vast wel, vast en zeker. Tussen drie, half vier komen, ze, komen we jullie halen. Dan is het markt afgelopen, zegt mama. Ank, Ank is oud druk bezig. Ze hoort niet wat mama zegt. Vergeten jullie Winnie niet? Vraagt Bas. Die moet nog uit, uit, uitgelaten worden. Het komt in orde hoor. Roept papa. Winnie is, is een hond. Het is een grote lieve boeveer. Bo bo een bovier. Bas gaat de meestal met hem uit. S'avonds doet papa het altijd. Dan rijden hun ouders weg. Ze gaan naar tuin om de ponies te, te, ponies te verzorgen. En, en de wei uit de meest, en de wei uitmesten. Want dat moet elke week gebeuren. Er komt um, alle mensen naar de markt. De groentenman krijgt druk. En Ank en Bas, na een paar uur hebben ze meer dan een half verkocht. Hoeveel geld hebben ze? Hebben we nu al, Ank? Ik geloof 200 gulden. Wat veel, hè, Ank? Ank. Houd de kas goed bij. Onze winkel moet goed rinkelen, zegt ze. Daar komt weer een klant aan. Wat gaat het goed, denkt Bas. Fijn, kunnen we veel dieren kopen. En hoe loopt dit af? Dat horen jullie volgende week zaterdag weer.